Voor Olivia van Rooyen zijn de vandaag begonnen wereldbekerwedstrijden in Luzern een vreemde gewaarwording. Een paar dagen geleden lukte het haar en Bianca van Dorp niet om de vrouwen twee zonder te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar nu moet ze de knop omzetten om als invalster in de vrouwenacht een medaille te winnen. Het is wel even omschakelen geweest, zeker omdat we het Olympisch kwalificatiejaar natuurlijk niet hebben gehaald. En best wel, wat natuurlijk best wel even rauw op je dag komt. En dan is het eventjes even raar wel, maar op een gegeven moment ga je dan natuurlijk weer in de acht trainen. De hele setting verandert, de OKT'ers gaan naar huis, hier komen de mensen die zich klaarmaken op de wereldbeker. Je gaat in die acht varen en dan, na de eerste training, dan gaat die knop een beetje om eigenlijk. Nou, ik heb op het OKT wel het een en ander geleerd. En dat wil ik ook heel graag meenemen natuurlijk in die achtwedstrijd. En dat wil ik ook inderdaad me nooit meer laten overkomen. Dat is absoluut wel de bedoeling. Want ik heb mezelf zo rot gevoeld, roeigerelateerd als na het OKT. Ja, jullie hebben in het voorwedstrijd geroeid tegen Canada. Een ploeg waar jullie vorig jaar een paar keer van gewonnen hebben. Uiteindelijk op het WK gingen die sneller. Mm-hmm. Nu gingen ze weer sneller. Hoe voelt dat? Ja, het is natuurlijk, je wil natuurlijk altijd winnen, dus het voelt natuurlijk niet supergoed. Maar ik heb het gevoel dat het gewoon binnen handbereik is. Dat ze dichtbij liggen en we hebben niet onze perfecte race gevaren. We moeten echt nog wat kleine dingen aanscherpen. Dus als dat allemaal kloppend wordt, dan kunnen we ze pakken, dat weet ik zeker. Waar ga je straks in de herkansing en in de finale nog meer vandaan halen om het gaatje te dichten naar hen toe in ieder geval? Ik denk dat we dichtbij zaten en dat het gewoon in kleine dingen zit. Dus de start goed voor elkaar krijgen, de eerste 500 gewoon net zoals zoals we het gewend zijn of zoals we het kunnen. En dan lig je daar gewoon bij en ik denk dat er dan heel veel mogelijkheid is. Dus gewoon net kleine dingetjes aanscherpen. Ik denk überhaupt dat het eerste deel van de race ons een beetje is overkomen en dat het vanaf de 7.50 ging het echt lopen en ging het echt gingen we betere halen maken. En dat is zonde dat we dat pas vanaf daar laten gebeuren. Naast Canada is ook Amerika hier, is Australië hier, Duitsland heeft een nieuwe acht. Voelen jullie een beetje dat het Olympisch jaar is en dat opeens de druk een beetje groter is? Dat er wat meer spanning op staat? Natuurlijk is het spannend, maar we hebben een soort van onderdelen die we willen oefenen in iedere wereldbekerwedstrijd. En voor iedere wereldbeker hebben we een opdracht. En we gaan zo goed mogelijk die opdrachten uitvoeren. En dat zijn allemaal soort van kleine bouwstenen om uiteindelijk in Londen zo goed mogelijk te zijn. Want we kunnen hier wel winnen of we kunnen hier wel de beste zijn. Maar uiteindelijk willen we in Londen de allerbeste zijn. En wat is de opdracht voor deze wereldbeker dan precies? Heel goed openswingen en je eigen race varen. Dus die rug goed gebruiken naar achter toe en niet te veel uit de boot kijken? Totaal niet uit de boot kijken. Misschien kunnen we dan bij deze afspreken dat die top komende zondag in de finale is en dat je dan het favoriete Amerika gewoon een pet geeft? Ja, dat zou heel mooi zijn. Zeker. Ja, daar gaan we voor.